Hallo, Ajax fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax nieuws. Geruchten zwellen op over een mogelijke overstap van Angel Di Maria naar Ajax, wat de gemoederen flink doet oplaaien. De Argentijnse vleugelspeler, Bekend om zijn fenomenale dribbels en beslissende passes, zou een spectaculaire toevoeging zijn aan de Eredivisie. Ajax, een club die altijd op zoek is naar kwaliteitsversterking, zou met Di Maria's ervaring op het hoogste niveau, inclusief stints bij Real Madrid, Manchester United, PSG en meest recentelijk Benfica, een aanzienlijke boost kunnen krijgen. Sinds zijn terugkeer bij Benfica heeft Di Maria laten zien dat zijn technische vaardigheden en wedstrijdinzicht onverminderd sterk zijn. Met indrukwekkende prestaties tegen topclubs en een belangrijke rol in Benfica's aanval is hij niet onopgemerkt gebleven. Scouts van Ajax hebben meerdere wedstrijden bijgewoond en rapporten suggereren dat de leiding van Ajax overtuigd is van zijn potentieel om de rechterflank nieuw leven in te blazen. De financiële aspecten van deze overgang zouden echter een uitdaging kunnen vormen. Di Maria heeft onlangs een lucratief contract bij Benfica getekend en Ajax staat bekend om zijn prudente financieel beleid. De vraag blijft of Ajax bereid is de financiële sprong te wagen, gezien de hoge transferkosten en het salaris van de speler. Toch blijft de vraag actueel: kan Ajax profiteren van die Maria S. unieke vaardigheden en ervaring op cruciale momenten in zowel de nationale competitie als Europese toernooien? De komende weken zullen cruciaal zijn, aangezien onderhandelingen en strategische beslissingen genomen moeten worden. Terwijl de geruchtenmolen blijft draaien. Blijven Ajax-fans hoopvol en speculeren ze over de mogelijke komst van deze superster? De tijd zal leren of die Maria in Amsterdam zal landen en of hij de magische touch zal brengen die Ajax nodig heeft om zowel nationaal als internationaal succes te behalen. Fans en experts kijken rijkhalsend uit naar de volgende ontwikkelingen rond deze spannende transfermogelijkheid. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. De ongekende kwaliteiten van die Maria spreken voor zich. Met zijn vermogen om zowel als vleugelspeler en aanvallende middenvelder te spelen, brengt hij een veelzijdigheid die Francesco Farioli, de coach van Ajax, zeer aantrekkelijk vindt. Zijn ervaring op internationaal niveau, gekoppeld aan een uitzonderlijk overzicht en technische bekwaamheid. Maakt hem een droomspeler voor elke strategie die Farioli wil implementeren. Di Maria's snelheid en precisie in zijn crosses zijn precies wat Ajax nodig heeft om hun aanvalsdynamiek te revitaliseren. Bovendien staat Di Maria bekend om zijn uitstekende vrije trappen en zijn vermogen om uit moeilijke situaties te scoren, wat hem een bedreiging maakt vanuit bijna elke positie op het veld. Zijn flair in het spel en zijn vermogen om beslissende doelpunten te maken in cruciale wedstrijden hebben hem talrijke onderscheidingen en respect in de voetbalwereld opgeleverd. Farioli heeft expliciet zijn wens uitgesproken om Di Maria te verwelkomen bij Ajax, gelovend dat zijn aanvallende impulsen en ervaring van onschatbare waarde zullen zijn voor het jonge team van Ajax. Farioli is van mening dat Di Maria's leiderschap en volwassenheid de jongere spelers binnen de ploeg kunnen inspireren en motiveren. Het feit dat Di Maria op het hoogste niveau heeft gepresteerd en belangrijke trofeeën heeft gewonnen, geeft hem een mentorrol binnen het team. Zijn aankomst zou niet alleen op het veld voordelen opleveren, maar ook in de kleedkamer, waar zijn ervaring en winnaarsmentaliteit een positieve invloed kunnen hebben op de teamdynamiek. De trainer van Ajax ziet in Di Maria ook de perfecte speler om de rechterflank van het veld te bezetten, een positie waar Ajax versterking zoekt. Farioli's systemen vereisen intelligente spelers die snel kunnen schakelen tussen aanval en verdediging, en Di Maria's carrière toont aan dat hij deze kwaliteiten bezit. Met gerichte training en strategische planning hoopt Farioli dat Di Maria de sleutel zal zijn tot succes in zowel de Eredivisie als Europese competities. Fans en experts kijken dan ook met grote belangstelling uit naar de mogelijke realisatie van deze transfer. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.